Hey hoi, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Ik heb vandaag een hele kleine Journal With Me video. In deze journal, die hebben jullie denk ik nog niet zoveel gezien. Maar dit was eigenlijk altijd een soort oefenjournaltje waar ik wat dingen in uitprobeerde. Nou, hier zitten, ik ga even bladeren. Oh, deze was ooit dichtgeplakt. Heb ik bijvoorbeeld grid paste wat dingen uitgeprobeerd. Maar ook alle washi tapejes van Journal Dis erin geplakt. En nog een bladzijde over voor als er nog meer tapejes komen. En toen ben ik gewoon verder gegaan met wat pagina's maken. En nu kreeg ik in de brievenbus, even hem erbij pakken. Ik heb voorbereid, Naomi. De Daphne's Diary. En een tijdje geleden vroegen ze of ik het leuk vond om die een paar keer te krijgen. Ik krijg hem nog steeds, dus echt super leuk om ook lekker relaxed met een kopje thee te lezen. Maar er zitten natuurlijk ook allerlei knutseldingetjes in. Dus ik ben achter in het boekje aan de slag gegaan met wat dingen. Ik vond het heel erg moeilijk, want het is totaal niet mijn stijl. Maar nou ja, ik neem je even mee in het proces en ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Ik weet nog niet zo goed wat ik ervan vind, namelijk. Laat me weten hieronder. We gaan snel kijken. Zoals eigenlijk altijd had ik natuurlijk nog niet voorbereid wat ik ging doen. Dus terwijl ik met jullie door dit boekje blader, ben ik ook aan het bedenken welke bladzijde ik dan ga gebruiken. Ik heb ook wat losse papiertjes erbij gekregen. Bijvoorbeeld de washi tape die in het boekje zit, heb ik er ook nog een keer los bij gekregen. Dus ik had wel het idee van, joh, die washi tape moet ik gaan gebruiken. Maar wat ik dan verder ging doen, had ik echt nog geen idee van. Deze washi tapejes heb ik er dus ook los bij gekregen. En nu ik dit terugkijk, denk ik, oh, okay, ik zag ook nog een mooie bladzijde met bloemen. Daar had ik ook nog wel iets mee kunnen doen. Maar heb ik niet gebruikt. Dus we bladeren nog even door en dan laat ik je zo zien wat ik ga maken. Ik was deze menukaarten tegengekomen en toen dacht ik, ja, dat vind ik eigenlijk wel een hele mooie kleur om te gebruiken. Dus daar heb ik er eentje van uitgeknipt en helaas net geen A5. Dus hij gaat niet mooi passen in mijn journal. Maar ja, ik ga hem toch gebruiken. Ik ga wel even achter in mijn journal doen, omdat ik voorin weer bezig ben met steampunk. En dan vind ik het best wel gek om ineens zoiets ertussen te doen. Dus ja, het wordt een beetje achterin bepaalde spreads en voorin mijn steampunk-achtige spread, zodat ik dat aan jullie kan laten zien op beurzen en dat soort dingen. Ik had eerst het idee om dit papiertje te gebruiken. Vond ik eigenlijk wel zonde, omdat ik dat, ja, een heel mooi papiertje vind die eigenlijk voor een groot deel verdwijnt. Dus toen ben ik toch nog even in de backdrops gaan kijken wat ik dan leuk vond om als achtergrondje te gaan doen. Ik had het ook met oxide kunnen doen bijvoorbeeld, of met washi tape. Maar ja, ik had nu zin om iets met een papiertje erachter te doen. Ik vond het wel heel erg moeilijk om iets te zoeken wat ik echt leuk vond en wat erbij paste. In eerste instantie dacht ik ook, doe iets wat niet zo druk is. Maar ja, dat rode papiertje waar die nu op ligt,
vond ik toch eigenlijk wel een hele leuke combinatie. Het is een beetje roze-rood, oud-roze-achtig kleurtje. En die kleur zat ook in de afbeelding. Dus vandaar dat ik daarvoor heb gekozen. Ik denk echt dat dit een van de moeilijkste challenges is die ik mezelf heb opgelegd. Ik vond het zo moeilijk om met deze kleuren te combineren. En achteraf gezien denk ik, het is best een leuke pagina geworden hoor. Maar het was wel echt pittig om dingen te bedenken en het goed bij elkaar te krijgen. Dit tapeje is van Journal This uiteraard. En ik ga zo meteen ook nog die andere washi tape gebruiken die ik er dus bij had gekregen. Die eigenlijk hier ook weer totaal niet bij paste. Dus ik wilde zo min mogelijk andere spullen gebruiken. Ik wilde het meeste uit het blad halen. Maar het matchte allemaal niet zo lekker bij elkaar. Dus ik vond het wel heel erg lastig. Vind overigens echt een fijn blad om lekker op zondagmiddag met een kopje thee door te bladeren en te lezen. Dus echt wel een aanrader. Maar voor mijn stijl is het natuurlijk net even een beetje anders. Mag voor mij nog wel meer vintage en donker en minder van dit soort kleurtjes. Want dat vind ik gewoon echt heel erg moeilijk. Maar ja, top. Ik heb nu een stuk of 6 denk ik gekregen. Dus ik ben er heel, heel erg blij mee. Ik heb ook een hele mooie agenda gekregen. Die heb ik aan mijn moeder gegeven. Ik had zelf al een agenda. Mijn moeder gebruikte een agenda die dagelijks bij haar op tafel ligt. Dus ik dacht, ja, daar kan ik er natuurlijk super, super blij mee maken. Dus ze hebben hele mooie spullen. Zeker een aanrader om even op de website te gaan kijken. En ik besluit dat ik nog een keer door het boekje ga bladeren. Want ja, wat ga ik er nog meer bij plakken? Maar ja, ik kan gewoon niks vinden wat erbij matcht. Dus ik besluit om nog even door mijn stickers heen te gaan. Dit zijn de nieuwste stickers van Journal This. Hebben ze zelf ontworpen. En je hebt deze lavendel. En je hebt ze dan in kleur en je hebt ze in tekening en in een setje die je zelf in kan kleuren. Ook met waterverf zelfs. Ik besluit hier de tekenversie te gaan gebruiken omdat ik denk dat de paarse een beetje te druk wordt. En ik maak een soort lavendelbosje van. En heel leuk stickers, goede kwaliteit, plakken fantastisch. Dus zeker weer een aanrader. Jullie worden nog arm van mij. Ik heb natuurlijk zo ontzettend veel stickers dat ik dacht, daar zit vast wel iets rozes tussen. En ja hoor, bij mijn stickers, mijn voorraadje van Estes Creations, zat nog zo'n mooi rijtje met roze stickers. Ik plak gewoon maar een dag op. Ik heb niet gekeken naar een datum of wat dan ook. Ik dacht, nou, er is vanzelf een keer een maandag de 13e, ga ik zo volgens mij opplakken. Het is een voorbeeldje en het is gewoon omdat ik het leuk vind om te maken. Nou, je ziet hoeveel stickers ik heb nog van Estie. En je pakt ook gewoon een random nummer. Dus soms moet je voorraad ook een beetje opmaken. Want als het in zo'n mapje blijft zitten, heeft ook niemand iets aan.
Ik heb een tijdje geleden geshopt bij Josefina.nl. Ze heeft af en toe een open dag, haar winkeltje open. Ze zit in Hoogzand. En daar kreeg ik van haar dit hele mooie stencil bij. In eerste instantie dacht ik, lastig, weet niet zo goed hoe ik die moet gebruiken. Maar nu heb ik hem al een paar keer gebruikt en hij is echt super gaaf. Volgens mij heeft ze hem zelf ontworpen. En ja, ik ben er heel blij mee dat ze die nog even in mijn mandje had gegooid. De kleur die ik in eerste instantie gebruik vind ik niet zo mooi. Volgens mij heb ik nu Victorian Velvet gepakt. Die vind ik wel heel mooi en die heb ik al wel vaker gebruikt. Ik ben ook wel fan van de kleur Saltwater Taffy. De allernieuwste kleur van Ranger tot nu toe. Want er komt alweer een nieuwe kleur aan. Dus in de vorige video zei ik al, ja, dit wil ik nog hebben. Hier ben ik voor aan het sparen. Nou, de nieuwe kleur van Distress moeten we ook weer voor sparen. En ja, met dit stencil vind ik het gewoon heel leuk. Ik doe de zijkantjes wat dikker. Daar ga ik wat vaker overheen. En hoe meer ik naar het midden ga, hoe dunner ik, ja, hoe minder laagjes ik doe. Zodat het een beetje vervaagt. En dan is deze pagina af. En ik had al bedacht dat ik iets met vlinders wilde gaan doen. Want er zat zo'n heel groot papier in met allerlei vlinders erop. En het leek me gewoon leuk om daar die grootte van te pakken. Dus die heb ik uitgeknipt. Dat heb ik even allemaal hier uit de video geknipt. En toen wilde ik hem opplakken. En in eerste instantie wilde ik hem gewoon aan elkaar laten zitten. En ik had zo'n ruzie. Dat was echt niet leuk. Ik was ook zo klaar met deze spread toen. Dat ik hem uiteindelijk wel los heb geknipt. En nou ja, dat is niet zo heel erg mooi is. Dus ik heb hem nog weer dichterbij geplakt. Het was een strijd met mij en de vlinder. Uiteindelijk zit hij vast. Maar niet zo als ik het in gedachten had. In de intro zei ik net al, ik weet niet zo goed wat ik ervan vind van deze pagina's. En ik was hem natuurlijk zo net aan het editen. En ik doe namelijk de voice-over altijd daarna. En toen dacht ik, ja, ik heb misschien gewoon wel te veel opgeplakt bij deze spread. Misschien had ik het wel moeten laten bij gewoon de lijntjes die ik zo meteen ga trekken. En misschien 1 of 2 bloemetjes. Maar ja, dan ben ik bezig en dan denk ik, het is toch wel een beetje kaal. Ik ga er nog wat bij plakken, nog wat bij plakken, nog wat bij plakken. En op een gegeven moment is het dan te veel. En misschien ga ik ook nog wel die stickers loshalen. Dat weet ik nog helemaal niet wat ik precies ga doen. Maar ik weet het dus niet zo goed. Het is ook niet dat ik heel ontevreden ben. Maar het is ook niet dat ik denk, wauw, gave spread. En dat had ik wel gehoopt met deze vlinder. Eigenlijk had ik gewoon nu, zoals het nu is, met nog 1 streepje. En dan gewoon de datumsticker plakken. En dan had ik het moeten laten. Want dat was de hele gave spread geweest. Misschien nog een beetje de stress eromheen. En ik heb het dan met geel gedaan. Daar heb ik ook wel wat spijt van. Misschien had ik gewoon bruin moeten doen. Dus ja, maar ik wilde ook heel graag dingetjes gebruiken. Ik heb natuurlijk al die leuke stickers van Journal This. Zaten zelfs nog in de verpakking. Dus ja, ik wil dan ook jullie van alles laten zien wat ik heb en wat ik leuk vind, waar ik enthousiast over ben. Dus laat het me even weten, want ik weet het dus gewoon niet zo goed. Kijk nog even de video uit, dan weet je waar ik het over heb. En laat het me dan even weten of jij hem ook een beetje te druk vindt, dat ik hier misschien had moeten stoppen. Of dat je hem wel leuk vindt, kan natuurlijk ook.
En uiteraard had ik natuurlijk ook nog gewoon gele stickers. Alle kleuren die je maar kan bedenken zitten er volgens mij in. En voor in mijn journal had ik nog deze nummertjes zitten. Heb ik ook ooit gekregen van iemand die een shopje ging beginnen. Maar uiteindelijk denk ik niet heeft doorgezet. En heb ik dus weer een geel gepakt om... Nou, ik zeg weer, want ik heb net een andere video geëdit waar ik ook met geel bezig was. En dit is misschien het echte moment waarop ik had moeten stoppen. Maar ja, ik had nog leuke gele bloemetjes. Wilde ik ook wel eens opmaken. Dus maar ik, tot nu, als ik het hierbij had gelaten, had ik het denk ik zelf ook een hele leuke spread gevonden. Dus misschien haal ik die nog wel weg. Om uiteindelijk het toch nog naar mijn zin te krijgen. Maar misschien vinden jullie het wel heel leuk. Dus hij is bijna afgelopen deze video. Ik ga verder niet zo heel veel meer vertellen. Ik ben heel erg benieuwd wat je hiervan vond, omdat het echt niet mijn stijl is. Wel echt anders is. Ik probeer er dan altijd wel een beetje een Naomi-stijl van te maken. Ik weet niet helemaal of dat gelukt is. Ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Vond je dit nou een leuke video? Vergeet dan niet te abonneren, daar help je mij enorm mee. En volg je me nog niet op Insta? Journal by Naomi op Instagram. Hey, super bedankt voor het kijken en tot snel weer.